Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we een flow maken waarmee we lampen kunnen laten knipperen voor bijvoorbeeld je inbraakalarm. Mocht er een alarm komen, dan gaan de lampen knipperen. Nou weet ik dat Philips Hue lampen, die hebben een kaart of twee kaarten waar je kan zeggen laat de lamp kort knipperen of laat de lamp lang knipperen. De langste versie is nog niet heel lang en die stopt ook weer. Maar vandaag gaan we een flow maken waar we de lampen net zo lang kunnen laten knipperen als dat jij wilt. Oké, ik heb deze flow al eventjes een naam gegeven. Dus we kunnen gaan beginnen in de als-kolom. En in de als-kolom zoek ik de kaart op deze flow is gestart. Dan gaan we door met de en-kolom. In de en-kolom gaan we een kaart toevoegen. Dat is de logica-kaart. Is gelijk aan ja. Voor deze kaart moet je eventjes een aparte variabele maken. En dat kan met Better Logic, kan met de logica van Homey zelf. Ik gebruik nu de logica in Homey zelf. En daar moet je een ja-nee variabele aan maken. Als je dat gedaan hebt, dan kan je die in de en-kolom selecteren. En dan kunnen we door naar de dan-kolom. In de dan-kolom gaan we een lamp opzoeken. En dan kies ik de kaart schakel aan of uit. Dan klik ik op save. En dan gaan we door met de dan kolom. In de dan kolom gaan we de kaart toevoegen start een flow. Dus haal ik die eventjes weg. En dan staat hier start een flow. En dan ga je de flow opzoeken waar je niet mee bezig bent. Dus we gaan de flow knipperen opzoeken. Dan zetten we bij deze kaart nog een delay en zetten we een delay van 1 seconde. Dan klikken we op save en nu hebben we een flow gemaakt die een lamp laat knipperen als deze flow gestart is en de logica variabele is waar, is ja. Mocht je nou een Philips Hue lamp hebben, dan kan je ook alle ruimtes of alle lampen laten knipperen. En dat ga ik nu eventjes laten zien. Daarvoor gaan we deze kaart eventjes verwijderen. En dan gaan we een nieuwe kaart toevoegen. Dan zoeken we even Hue op en dan zeggen we zet alle lampen aan in een ruimte. Dan gaan we lampen zoeken, zeggen we alle lampen. Dan gaan we nog een kaart toevoegen. En dat is zet alle lampen uit in een ruimte. Zeggen we hier weer alle lampen. Alleen op deze kaart gaan we een delay zetten. En dan zetten we een delay van 1 seconde. Gaan we de start van flow kaart gaan we even aanpassen. En dan zeggen we delay is 2 seconden. Klikken we nu op save. En nu zullen alle lampen aan en uit gaan. Mocht deze flow gestart zijn en alarmvariabele is ja. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.